het hele, zelfs als heel het hele klimaatakkoord Parijs door alle landen wordt uitgevoerd, is de opwarming nog lang en lang niet bij het doel wat u nastreeft. Dus daar, valt ons, daar kunnen we ons genoeg zorgen over maken. After lunch is de heer Eertmans. Ons voorafje. Ja, voorzitter, ik ben het echt obstakel tussen u en de lunch. Dat is gewoon zo. Maar ga dan ook eens extra genieten, zou ik zeggen, van mijn tekst. Want daar zit u klaar voor. Voorzitter en dames en heren, wij spreken dus vandaag over de implementatie van Europees naar nationaal, de klimaatwet en nationale wetgeving. Wij noemen dat ook wel intern het amendement Timmermans. Wij zullen het amendement niet steunen, zeg ik maar meteen vooraf. De kern is namelijk het ophogen van het klimaatdoel van 49% naar 55% en een volledige klimaatneutraliteit in 2050. GroenLinks wil geloof ik naar 100%. Het is een race to the top. Terwijl wij 49% al vrij onhaalbaar en duur vinden, voorzitter, eerlijk gezegd. Het is ook een verregaande stap die we vandaag bespreken. Namelijk, het kabinet wil snel, via versnelde wetgeving en hopelijk voor de minister dus zonder veel tegenstand in de Kamer, dit voorstel er doorheen slepen. Omdat, en dat is het typische, het zou gaan om slechts het omzetten van die regelgeving, eigenlijk het soort ratificeren Europa naar Nederland. Maar tegelijkertijd geeft de minister aan in de memorie van toelichting dat het een Europees streefdoel is, 55%. Een gemiddelde. Dus het kan, in Kop zei het volgens mij ook al, lidstaten kunnen dus verschillen. Mensen kunnen, het ene land kan meer doen, het andere land kan minder doen. En zo is er dus van alles mogelijk. Maar nee, het is een politieke missie om naar die 55% te gaan op deze manier in de Nederlandse regelgeving. SGP had hier ook al vragen over gesteld, las ik in de vragenronde. Die werd niet goed gepareerd, vond ik zelf. Misschien kan de minister dat nog eens toelichten of u daar een beter gevoel bij had. Maar goed, onze kritiek is dus vrij fundamenteel, namelijk wat bereiken we hier nu mee en tegen welke prijs? Dat zijn cruciale vragen voor jaar 21. En de antwoorden zijn toch vrij weinig bereiken we en het zijn wel hele hoge kosten. Hoeveel blijft ook onduidelijk. Eerder bleek dat de Nederlandse inspanningen in het kader van het klimaatakkoord zullen leiden tot heel weinig minder opwarming. En dat is helemaal geen voodoo-berekening, voorzitter. Dat is gewoon het KNMI. Nog steeds staat dat pal boven tafel en boven water. En ook aangedragen door de Nederlandse staat zelf met cijfertjes in de Urgenda-rechtszaak. Nou, het is dus allemaal vrij symbolisch, zo schetsen wij. En het moet allemaal zo snel en zo extreem. Ik sneed dat ook al aan bij het debat over de klimaattop waar u was in Sharm el-Sheikh, Egypte. Onze vliegtuig wordt verdrievoudigd, maar China komt nog steeds met 30 nieuwe luchthavens. En dat zijn luchthavens voor een totaal van 2 miljard passagiers, voorzitter. Onze moderne kolencentrales, die echt vrij modern zijn, worden gesloopt, gestopt. Terwijl China dat aantal kolencentrales juist weer uitbreidt met een capaciteit die 6 keer zo groot is als die van Amerika. De Bouke. Dank u wel, voorzitter. Met enige schroom, maar toch. Want de heer Eertmans die doet dit vaker in klimaatdebatten. Hij wil niets doen aan klimaatverandering. En hij wil eigenlijk heel veel geld steken in adaptatie. Ja. Dat is het bekende verhaal van jaar 21. Maar is dat niet hozen in een lekkende boot? En het lek wordt steeds groter. Zie de heer Eertmans, ik vraag me af of de heer Eertmans wel begrijpt dat je nog veel meer geld kwijt bent als je niets doet aan klimaatverandering. Ja, geld is één ding en rendement is twee. He, dus je moet ook kijken naar wat bereik je ermee en wat komt er voor terug. En dan is het grappig dat u over dweilen met de kraan open of hozen met het lek. Dat zeggen wij altijd van D66 bij het asielbeleid. He, blijf maar opvangen en de grenzen blijven openstaan. Dus dat is wel grappig dat u mij nou eens countert op uw eigen op het eigen probleem. Maar ik denk dat ik het niet met u eens ben. Want ik denk dat onze adaptieverhaal veel minder inefficiënt is als het verhaal wat D66 houdt. Namelijk het beste jongetje van de wereld willen zijn. Hier het denken dat we het klimaat kunnen verhaal gaan aanpassen. Kijk, voorzitter, wij zeggen je moet je aanpassen aan het klimaat en je moet niet proberen het wereldklimaat aan te passen. Dat is de kern van jaar 21. Want dat redden wij hier niet. En ik geef u inderdaad wat voorbeelden die helaas nog steeds niet van tafel zijn geveegd door u. Dat de rest van de wereld moeizaam meedoet. En daarmee dus ook het hele, zelfs als het hele klimaatakkoord Parijs door alle landen wordt uitgevoerd, is de
opwarming nog lang en lang niet bij het doel wat u nastreeft. Dus daar kunnen we ons genoeg zorgen over maken. Afrondend, kortpuntig. Ja, voorzitter, dan constateer ik dat de heer Eertmans het toch echt niet begrepen heeft. Want als hij het IPCC-rapport erop naslaat, dan kan hij lezen dat we er wel nog iets aan kunnen doen en dat we veel minder kwijt zijn aan adaptatiemaatregelen. Dus ik zou hem toch echt oproepen om zich iets beter te verdiepen in dit onderwerp. Ja. Want ik denk dat de heer Eertmans een hele slimme man is. En als hij dat doet, kunnen we ook hem aan onze zijde krijgen. Complimentje, meneer Eertmans. Ik wil zeggen, kijk even wie er aan het lachen is. Dat valt mee. Serieuze blikken. Maar het is ook zo. Ik ben een slimme man, dat valt mee. Maar ik denk wel inderdaad dat u gelijk heeft dat het nog valt te bezien of uiteindelijk adaptie zo'n slecht verhaal is. Als je kijkt naar de becijfering, dat ook met die aangescherpte doelstelling naar 50%... de wereldtemperatuur met 0,004 dan volgens deskundigen zou dalen. U komt er dus. Ik kom tot, waar kom ik toe? Tot de spannende eindconclusie. Ja, tot het middenstuk, het vervolg inderdaad. Het is dus nogal problematisch dat de rest van de wereld zich er weinig om gelegen laat wat betreft de CO2-daling. En als klap op de vuurpijl wou ik nog het Social Climate Fund noemen, waar 3,2 miljard in gaat, mensen. Terwijl wij daar nauwelijks iets uit krijgen en vooral uitgerekend China daar een greep uit de kas mag doen. Voorzitter, kosten. Ik zei het al, het is exemplarisch dat de paragraaf financiële gevolgen en lasten voor overheid en bedrijfsleven uit slechts 5 zinnen bestaat met als conclusie: we weten het niet. Dat viel ons op en het is ook een beetje de rode draad. We weten dus niet wat het oplevert, we weten ook niet wat het kost, maar we denderen maar wel door. De heer Erkens. Hele korte verduidelijke vraag, voorzitter. De heer Eertmans zei dat China een greep bij het sociale klimaatfonds kan doen. Kan hij dat toelichten? Ja. Nou, ik heb het precieze percentage niet, maar wij weten dat wij 0,00 uit het fonds krijgen waar wij zelf dus veel instorten. En dat China daar veel meer van terugkrijgt uit het volgestorte fonds. Ja, voorzitter, ben ik wel benieuwd over welk fonds het gaat. Want het Sociale Klimaatfonds is van de Europese Unie en China is zover ik weet geen lidstaat. Nee, het is niet het Europese fonds. Daar hebben we het eerder wel over gehad bij het debat. En daar hebben wij ons ook zorgen over gemaakt. Dat was het fonds eigenlijk meer van Frans Timmermans. Prima, u continueert. Voorzitter, wij hebben het gezien bij de Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer zei dat het overzicht van de klimaatuitgaven een behoorlijke puinhoop is. De Rekenkamer is keihard. De kosten zijn hoog, zullen toenemen. En er gaat ook nog eens 35 miljard in ons klimaatfonds. Maar geen ministerie kan aangeven wat er nu precies aan klimaatbeleid wordt uitgegeven. Daardoor krijgt de Kamer geen consistent beeld van het klimaatbeleid en de kosten, waardoor wij onze controlerende taak ook moeizaam kunnen uitvoeren. En dat is precies wat Jaar 21 zegt, al een tijdje, en wat ook weer duidelijk wordt. Graag een reactie hierop van de minister. Voorzitter, Jaar 21, ik kom tot een afronding, pleit voor nuchterheid. Een stukje klimaatrealisme naar de mensen toe. Wij zijn ook voor het scheiden van energie- en klimaatbeleid op zich. Wij zien weinig in Europese klimaatwetten, maar wel wij zien wel veel in gezond verstand en inzet op klimaatadaptatie, zoals met de heer Bouke gewisseld. Wij zullen ons moeten aanpassen aan het klimaat en niet proberen het klimaat aan te passen. Dat is een illusie. Onze waterhuishouding wordt mondiaal geroemd, 70 jaar na dato. We hebben het er gisteren allemaal weer over gehad, waar wij voor staan. Met die kennis en innovatie kunnen wij ons zekerheid bieden op eigen bodem, maar ook economische kansen geven op internationaal niveau aan onze ondernemers. Zet daar maximaal op in. Voorzitter, ook een rationeel energiebeleid hoort erbij. Met schone, stabiele en betrouwbare stroom uit kernenergie in plaats van uit wiebelstroom kunnen wij de leveringszekerheid ook garanderen op termijn. Behoud onze kolencentrales en niet iedereen een warmtepomp opdringen, zeg ik u. Maar blijf wel gebruik maken van relatief zeer schoon aardgas. Woningisolatie genoemd, zijn wij groot voorstander van, want daarmee kan je de energierekening ook voor de kleine beurs ook klein houden, klein krijgen. Politiek tot slot, voorzitter, is ook vandaag weer keuzes maken. Keuzes. Wij kiezen voor een realistisch beleid, voor stabiele energieopwekking op eigen bodem, voor adaptatie en voor de portemonnee van de Nederlander. Voorzitter, dank u wel.